Hallo, ik kijk er al de hele tijd naar uit om deze video te maken, want we gaan het hebben over mijn nieuwe passie, hardlopen. Ik ben helemaal fan, zoals jullie weten, van hardlopen. Ik zit er helemaal in, de shinsplint, niks houdt me tegen. Ik ga helemaal door in mijn running journey. En het leek mij heel leuk om een video te maken met alle ins en outs, tips, inspiratie. Ik laat mijn essentials zien. Ik geef jullie tips om ook te beginnen met hardlopen. Hoe doe je dat? Waar begin je? Ik heb apps waar je vet van kan hebben. Aan het einde geef ik nog wat inspiratie van andere meiden die ik weer volg, die mij bijvoorbeeld inspireren. Ik heb van alles voorbereid en het wordt niet alleen maar een praatvideo zoals nu. Ik ga dus ook dingen laten zien, maar ik laat ook video's en filmpjes zien van, nou ja, mijn hele running journey. Dus het is niet dat je de hele tijd naar mij zo gaat zitten kijken. Maar wel veel, want ik ga jullie alles vertellen en ik vind het zo leuk. Ik heb zelfs allemaal opgeschreven wat ik wil vertellen. En ik ga jullie dat meteen even doorgeven. We beginnen met mijn journey. Ik wil eerst even vertellen hoe ik ben begonnen met hardlopen. Waarom, hoe het ging, enzovoort, enzovoort. Dan ga ik vertellen over al mijn tips, apps. Allemaal tips heb ik voor jullie opgeschreven. Echt top, denk ik. Dan ga ik jullie mijn workout split schema, zeg maar, geven. Van oké, ik doe nu krachttraining. Hoe vaak loop ik hard? Hoe zie ik dat vorm in de toekomst? En ook oefeningen die weer heel goed zijn, die je in de gym kan doen om je hardlopen te verbeteren. Dus dat wil ik ook allemaal met jullie gaan delen. Ik heb er namelijk ondertussen al heel veel over opgezocht. Dus ik geef graag mijn kennis allemaal door. Ik wil wel meteen erbij zeggen, ik ben zelf nog een beginner. Ik heb zelf shinsplints, dus ik ben niet een pro of zo. Maar ik vind dat dat niet uitmaakt. Ik kan alsnog lekker mijn dingetjes vertellen wat jullie misschien een beetje helpt, inspireert, motiveert. Maar weet, ik ben geen pro, dus het is niet zo dat wat ik zeg 100% altijd de waarheid is. Dan weten jullie dat even. Disclaimer. Dan ga ik jullie ook nog mijn essentials laten zien. Dus wat ik allemaal gebruik. Schoenen, accessoires, eigenlijk alle dingetjes waarvan ik zeg, die moet je weten. Dan ga ik jullie mijn doelen voor de aankomende tijd vertellen. En uiteindelijk wil ik nog eventjes wat inspo mensen die ik zelf volg op TikTok of YouTube eventjes allemaal laten zien, zodat jullie die ook kunnen volgen en misschien nog meer inspiratie kunnen krijgen. En dan hoop ik dat jullie allemaal Run Girls worden en jullie aansluiten bij de Girls Run Club. En dat we dan uiteindelijk allemaal met elkaar lekker kunnen gaan hardlopen. Oké, laat ik eerst beginnen met mijn journey. Hoe is het bij mij begonnen? Ik ben natuurlijk al best wel lang bezig met krachttraining en veel bewegen. En in het verleden heb ik dat ook verkeerd aangepakt. Was ik veel te veel bezig met bewegen, zo min mogelijk eten, alleen maar willen afvallen. En toen was ik ook soms aan het hardlopen puur met de gedachte, oké, dan verbrand ik en dan val ik af. Daardoor vond ik het niks aan. Ik vond hardlopen echt, als je tegen mij zei dat ik nu helemaal zo obsessief ben met hardlopen, dan had ik je echt keihard uitgelachen, want ik vond het vreselijk. En ik deed het ook eigenlijk bijna elk jaar, was het een soort van doel. Dan kwam ik terug van een zomervakantie, je kent het wel, dan heb je goede voornemens, een beetje net zoals met het nieuwjaar. Dan had ik dat ook soms wel als doel. En dan ging ik weer up, ik moet weer 2 keer voor mezelf hardlopen. En eigenlijk hield ik het nooit heel lang vol. Misschien 1 maand, misschien 2 maanden. En dan had ik echt niet elke week 2 keer hard gelopen. Dus dan ging ik weer hardlopen, vond ik het stom. Snapte ik eigenlijk niet waarom ik het aan het doen was, stopte ik er weer mee. Helemaal shit. En dus helemaal niet dat ik het leuk vond. En nu merk je misschien al aan hoe ik erover vertel, vind ik het zo leuk om te doen. En hier ook wat foto's over een paar van mijn eerste runs die ik deed. Want toen ik al een beetje dacht van, misschien vind ik het toch wel leuk. En dat was dit jaar. Want dit jaar ben ik weer begonnen met hardlopen. En toen ging ik gewoon 1 keer per week. Ik dacht, als ik 1 keer per week ga, is het prima. En ik begon met de app 5K Runner. Daar zal ik straks even wat meer over vertellen. Dan bouw je het heel langzaam op. Dus de eerste keer moest ik 1 minuut hardlopen. En dan heel veel minuten wandelen. En dan weer 1 minuut hardlopen. Tweede keer werd het iets meer. En steeds werd het iets meer, maar echt iets meer, zeg maar. Dus ik hoefde eigenlijk steeds mezelf nog niet mega erg uit te dagen, waardoor ik het wel leuk blijf vinden. Want op een gegeven moment, in mijn vorige keren dat ik begon te hardlopen, dan moest ik op een gegeven moment 8 minuten hardlopen en dan kon ik dat niet en dan vond ik het stom en dan stopte ik ermee. Maar nu was het dus zo makkelijk eigenlijk, dat ik daardoor wel in mijn ritme bleef van, oké, 1 keer per week lukt me wel. En ik vond het steeds iets leuker, maar nog niet helemaal het einde. Totdat ik steeds meer op TikTok keek naar meiden die hardlopen. En toen kwam ik ook bij een video op YouTube.
En dat was van iemand en die ga ik aan het einde van de video ook wel even vertellen. En die zette een video online, een beetje zoals dit, met haar running journey en al haar tips en dingetjes. En ergens begon het toen een beetje te kriebelen bij mij, dacht ik, wow, dat is eigenlijk vet gaaf. Als je helemaal zo'n doel hebt en zij trainen dan ook voor een halve marathon volgens mij. En dat je daar helemaal mee aan de slag kan gaan en dat je beter wordt. En toen vond ik het dus alweer iets leuker worden hoor. Dus toen, dat was een soort van het extra setje wat ik nodig had. Toen die avond, als ik eenmaal iets in mijn kop heb, dan dat is een beetje mijn persoonlijkheid, dan moet ik er ook helemaal voor gaan. Toen ben ik de hele avond YouTube filmpjes gaan kijken van alleen maar mensen die bezig waren met hardlopen. Toen ben ik mijn Rennen met Noor TikTok account begonnen. En toen dacht ik, we gaan ervoor. Ik liep er al een tijdje tegenaan dat ik krachttraining leuk vond, maar het werd een beetje een soort van, ja, het zit al heel lang in mijn routine. Ik deed 3-4 keer per week en het was niet meer echt spannend. Dat ik echt dacht, yeah, ik heb zin om weer even alles eruit te halen. Dus ik zocht ook echt naar iets nieuws. En toen dacht ik, dit kan dat nieuwe ding worden waardoor ik weer helemaal excited ben om te bewegen. En uiteindelijk is dat het dus ook geworden. Ik ben begonnen met die 5K run app wat serieuzer nemen. Dus iets sneller naar de volgende run toe. Zodat ik ook iets meer mezelf moest gaan uitdagen. Maar op een of andere manier vond ik het toen opeens wel leuk. Omdat ik echt het zag als, oh, iets nieuws waar ik me helemaal op kan storten. En ik ging daarnaast dan ook heel veel podcast luisteren. Van bijvoorbeeld de Running Channel. Over hardlopen. Ik wou er ook echt veel over leren. En in die staat ben ik nog steeds. Want dat was in juli. Dus vanaf juli ben ik het echt serieus gaan nemen. En op een gegeven moment ben ik de 5K Runner app een beetje los gaan laten. En dacht ik ga gewoon eens 2 kilometer rennen zonder stoppen. Nou, ging goed. 3 kilometer zonder stoppen ging goed. Toen ging ik 4 kilometer. Toen dacht ik, ik had nooit verwacht dat ik ooit 4 kilometer ging rennen. Dus ik was helemaal trots. Maar toen ging ik in 1 week, volgens mij op maandag, 3 kilometer rennen. En daardoor dacht ik, nou dan ga ik woensdag 4 kilometer. Het bleef goed gaan. En toen ging ik volgens mij die zaterdag of zo, ging ik 5 kilometer. Mijn allereerste keer 5 kilometer hardlopen. Ik had er helemaal zin in. Nou, dat stopte op een gegeven moment. Want toen ik thuis was, begon ik al een beetje last te krijgen van mijn scheen. En uiteindelijk heb ik toen dus shinsplints gekregen. Dus dat is mijn allereerste tip. Alsjeblieft, doe het rustig aan. Bouw het niet te snel op. Want als je helemaal niet heel vaak hard loopt. En ik was toen al wel een tijdje aan het opbouwen. Maar ik ging toen veel te snel al in 1 week dus 3+4+5 kilometer lopen. En je lichaam moet heel erg wennen aan dat jouw hele lichaam de hele tijd op jouw voeten, je schenen en je knieën terechtkomt. Dus het was gewoon super dom. En daar heb ik nu nog steeds last van. Maar daar ga ik straks allemaal meer over vertellen. Maar alsnog, ik vond het geweldig en ik bleef gewoon video's maken en ik bleef me erin verdiepen, want ik dacht, oké, die shinsplint, ik ga pauze houden, want ik ging ook naar Bali gelukkig, dus toen had ik ook afleiding. En ik blijf gewoon bij mijn doel, ik wil gewoon echt goed worden in hardlopen. Ik wil op een gegeven moment allemaal gave doelen bereiken waar ik straks meer over ga vertellen. En ik denk dat het echt zo is. Ik vind het nu zo leuk. En ik vind het zo leuk om mee bezig te gaan. En ik vind het zo leuk dat je een soort doel hebt. En je kan je daar zelf de hele tijd weer in verbeteren en uitdagen. En ja, ik vind het echt helemaal het einde. Dus dat is een beetje mijn story. Maar toen kreeg ik de shinsplints. Ben ik op vakantie gaan naar Bali. En toen ik terugkwam, ging ik naar de fysio. Toen voelde het alweer goed in mijn scheen. Dus toen dacht ik, oké, we gaan er weer voor. We gaan het rustig opbouwen. Dus toen ging ik het heel rustig weer opbouwen met een nieuwe app. En die heet Runna. En daar ga ik straks ook meer over vertellen. En het ging goed de hele tijd. Maar op een gegeven moment, anderhalve week geleden, toen kreeg ik weer een beetje last van mijn scheen. Mijn andere scheen. Je gelooft het niet. Dus toen moest ik maar weer even rustig aandoen. En dat heb ik echt geleerd. Niet eigenwijs zijn. Echt rustig aandoen. Heb ik weer zeer. Meteen weer een weekje eruit. Even weer gewoon een beetje wandelen. Focus op krachttraining. En zondag ga ik weer mijn eerste run doen. En donderdagavond heb ik een hardloopanalyse. Om te kijken, oké, ren ik goed? Zijn er dingen die ik daarin kan veranderen? En wat ik vooral heel erg nu voor mijn shinsplints ook doe, is oefeningen om mijn schenen en voeten sterker te maken. Zal ik hier ook wel even inzetten welke dat zijn.
En elke ochtend foamrollen, elke avond foamrollen om mijn kuit goed los te houden. Want vanuit daar komen shinsprints soms ook terug. Dus ik heb nu al heel veel verteld. Laten we doorgaan naar het volgende onderwerp. Oké, ik wil natuurlijk mega voorkomen dat jullie allemaal een shinsplint krijgen of de hart van stapel lopen. Dus ik heb tips opgeschreven en dat is ten eerste, ga alsjeblieft als je begint meteen nieuwe schoenen halen. Want wat ik deed is dat ik zei, oké, als ik 5 kilometer kan, dan mag ik naar een hardloopwinkel, dan ga ik nieuwe schoenen halen. Nee, je gaat meteen zorgen dat je goede schoenen hebt. Want ja, het is een investeringje, maar uiteindelijk als je er echt serieus mee bent, ben je er zo blij mee dat je dat hebt gedaan. Want als je meteen op verkeerde schoenen loopt, je hebt gewoon, iedereen heeft andere schoenen nodig. Dan kan je ook echt niet zelf bepalen van welke zien er het mooiste uit. Ga naar een hardloopwinkel, laat het testen. En vanuit daar kan je het op gaan bouwen met meteen goede schoenen. Dat is echt belangrijk. En wat ik heel fijn vind, merk je nou met het hardlopen dat je al een beetje zere schenen hebt, heb ik van die stoksokken. Die ga ik straks ook even laten zien. En dat werkt voor mij echt heel goed. Oké, ga alsjeblieft sloom rennen. Ik dacht altijd dat ik sloom rende, totdat ik dus nu het weer aan het opbouwen ben door die stomme shinsplints. Dus nu ren ik nog veel langzamer. Ik dacht namelijk altijd, ach, ik loop al wel langzaam. En het voelt heel onnatuurlijk om heel langzaam hard te lopen. Het is een beetje een soort jogje die je dan doet. Maar dat is echt een must. Je wil ook niet kijken naar hoe hard ren ik. Wat is je snelheid per kilometer, zeg maar. Daar wil je echt nog niet naar kijken. Als beginner, ga erop uit. Ga ervoor. Volg een app. Want dat is wel echt voor mij wat het heeft gemaakt. Omdat je dan, je hoeft niks zelf uit te zoeken. Je weet precies, vandaag moet ik dit en dit en dit doen. Zet je koptelefoon op. En onder het rennen zeg je app, Oké, een minuut wandelen. Oké, nu ga je 3 minuten hardlopen. En zo bouw je het rustig op. Hoef je ook niet meteen als een malle snel te gaan rennen. Of meteen kilometers achter elkaar zonder stoppen. Gewoon rustig opbouwen en het leuk vinden en ervan genieten. Want dat kan echt. Ik dacht nooit dat je ervan kon genieten, maar het kan echt. Oké, en dan even hoe je moet lopen. Ik heb hier ook wel dingetjes over opgezocht natuurlijk naar die scheen van mij. Wat ik dus eerst ook wel een beetje deed wat verkeerd is. Je moet dit even zien als je voet. En dat is dat je, als je heel erg vanuit je hak loopt, dat belast dus je scheen meer. Dat wil je dus niet. Dus probeer meteen ervoor te zorgen dat je niet eerst je hak op de grond zet, net als je eigenlijk doet met lopen, maar dat je wat meer op je platte voet komt en dan hard loopt. Ga er even goed naar zoeken, want nogmaals, ik ben geen pro, dus ga even goed naar op zoek hoe zet je voet neer met hardlopen. Dan kan je het even goed zien met een goede video, maar echt even naar kijken, want heel veel mensen beginnen al meteen met zo lopen en dat gaat je uiteindelijk waarschijnlijk wel blessures geven. En probeer je voet niet te ver voor je te zetten. Dus in plaats van dat als je rent dat je echt een hele grote stap maakt, dan komt je voet dus heel ver voor je uit, wil je juist dat je voet een beetje dichtbij blijft. Ook daarvoor ga even een video over zoeken, maar dat is wel iets wat ik heb geleerd en wat ik ook heel erg toepas. En daarbij loop ik nu, maar dat komt wel echt door mijn blessure, ook vaak op gras, omdat dat een zachtere ondergrond heeft. Dus op die manier bouw je het heel langzaam op dat je lichaam echt de tijd krijgt om te wennen aan, nou, het hele gewicht wat hij de hele tijd op moet vangen eigenlijk. Apps. Jongens, ik ben fan van apps. Jullie hebben het al een paar keer gehoord. Ten eerste, Strava is het einde. Strava is echt, dit is mijn Strava-account. Ik volg al allemaal mensen. En dan zie je dus alle runs staan, wat superleuk is. En wat iedereen doet, dus je kan alle mensen volgen. Dat kan vet motiveren, maar ook vul ik zelf al mijn runs in. Dus als ik een run heb gedaan, zorg ik altijd dat ik even wat foto's maak natuurlijk. En dan kan je heel leuk alles terugkijken. Oh, toen heb ik zo hard gelopen, zo lang. Nu loop ik zo lang. En dan kan je ook een beetje je progressie bijhouden. En wat heel leuk is om te volgen is The Girls Run Club. Dat is een club die ik ben gestart, die echt mega leuk is. Er zitten al meer dan 2000 mensen in, bijna 3000 zelfs. En iedereen deelt gewoon lekker zijn activiteiten, wat hij heeft hard gelopen. En ik wil ook aan het einde van het jaar, hopelijk als ik dan 5 kilometer kan zonder pijn, ook een runclub organiseren. Want hoe leuk is het als we gewoon met z'n allen gaan hardlopen en dan daarna bij een koffietentje gaan zitten, koffietjes drinken, croissantjes eten en helemaal lekker kletsen over ons favoriete onderwerp, hardlopen. Mijn favoriete onderwerp lijkt mij helemaal het einde. Oké, door.
Nike Run Club kan je gebruiken. Daar staan gratis runs op die je kan doen. Maar volgens mij staat er ook wel een plan op die je kan volgen. De 5K Runner app, wat ik al zei, heb je ook voor 10K Runner app. En nu volg ik dus het plan van runnen aan. Nu sta ik dus helaas even stil, maar zo ziet het eruit. En dan zie je dus precies, oh, zaterdag ga ik deze run doen. En als je de run aan het doen bent, zegt hij dus ook lopen. Nu moet je weer rennen, nu moet je weer lopen. We gaan door met essentials. Ik laat deze al best wel vaak zien, maar dit zijn mijn hardloopschoenen. Zoals ik net al zei, ga naar een hardloopwinkel. Maar ik ben erg blij dat ik deze heb, want ze zijn prachtig en ze lopen echt lekker. Dit zijn de Hoka Clifton 9. Dan vind ik het zelf heel fijn altijd om een pet op te hebben onder het rennen. Want ik heb ook best wel een beetje bangs in mijn haar. Dus als ik een staart doe, gaat dat altijd zo op mijn hoofd zitten. Heel vervelend. Dus pet op, dan hoef je er niks aan te doen. En als het zomer is, heb je lekker geen zon in je ogen. En wel altijd SPF op doen, ook al is het winter. Want je hebt meteen zonlicht 's ochtends. Dus je wil wel even een beetje bescherming op je huid. Waar ik het meeste fan van ben in mijn hardloop essentials is mijn renvest. Dit is echt helemaal het einde. Hij is zo prachtig. Hij is van Salomon en het is de Skin Active 4. En hiermee, ja, dit is gewoon het einde. Je kan deze aandoen, je kan er water in doen. Je krijgt ook van die flesjes erbij. Maar je kan er zoveel in stoppen, is niet normaal. Ik heb die alleen nu nog niet nodig, want ik loop echt nog helemaal niet zo ver hard. Dus dan hoef ik niet helemaal water mee. Dat is een beetje overdreven. Dus ik heb nu de hele deze om. Kijk, en die kan je dus zo omklikken. Het ziet een beetje gek uit, misschien met mijn trui. Maar daar past mijn mobiel helemaal in. En het is ook nog eens waterdicht. Dus het is echt ideaal, echt een aanrader. En wat ik ook fijn vind, is als ik een groot shirt aan heb, doe ik deze hier omheen. En dan heb je ook nog een beetje een soort taille wanneer je hard loopt. Want we willen er wel een beetje leuk uitzien. En qua hardloopkleding wil ik jullie vragen voor tips. Want ik heb nu gewoon grote shirts aan. Gewoon een Gymshark legging, zoiets. En dan heb ik mijn hele outfitje verder aan. Maar ik zou wel wat meer leuke shirts willen die gewoon lekker zitten. Wat meer voor hardlopen. En mijn stoksokken. Hier kan ik dus echt niet zonder. Ik loop er nu soms ook op omdat ik nog steeds dus een zere scheen heb. Dus ik vind het belangrijk om mijn scheen zo min mogelijk te belasten. Maar kijk, dit zijn ze. En ik ben helemaal fan. Ik doe deze gewoon onder mijn legging. En ze zijn super fijn voor extra stabiliteit, voor je doorbloeding. Helpt bij een goed herstel. Dus ideaal. Dan heb ik ook nog dit goedje. En dit is de Free Roll-On van Pure Sport. Misschien heb je het een keer op TikTok voorbij zien komen. Dit is dus voor je recovery, voor jouw spieren. Dus je kan dit zo oprollen. En dat doe ik vaak voor en na het rennen. Nu moet ik zeggen, het ruikt heel lekker. Maar ik kan nog niet heel veel verschil merken, omdat ik gewoon nog heel kort loop. Dus ja, mijn spieren zijn sowieso niet echt heel erg belastig, maar na zo'n run. Maar als ik straks hopelijk weer 5 kilometer bijvoorbeeld ga rennen, dan ga ik even goed kijken, merk ik verschil en dan kan ik jullie een goede review daarover geven. Oké, dan dacht ik misschien is het leuk om even mijn workout split te delen. Want ik deed dus eerst altijd 4 keer een split schema in de gym. Dus dan deed ik 2 keer upper, 2 keer lower body. Maar ik wil nu meer focussen op het hardlopen. Dus ik ben naar 3 keer trainen gegaan. Waaronder 2 keer lower body. Omdat ik dat gewoon het belangrijkste vind om te trainen. En mij ook het meeste voldoening geeft. En dan 1 keer upper body. Maar na die upper body training doe ik dus ook vaak nog oefeningen die weer goed zijn om je schenen en je voeten sterker te maken. En die zou ik dus zo even hier inzetten. Er zijn dus ook hele goede oefeningen die je in de sportschool kan doen die jouw hardlopen weer verbeteren. En dat is echt top. Dus ik heb mijn schema ook zo gemaakt dat ik genoeg van die oefeningen ertussen plak. En dan heb ik het vooral over unilaterale oefeningen. En wat betekent dat? Dat betekent dat je een oefening doet met 1 been. In plaats van met 2 benen tegelijk. Want die heb je natuurlijk ook per stuk nodig onder het hardlopen. Dus op die manier maak je die sterker. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een Romanian deadlift. Maar dan met 1 been. Een Bulgarian split squat. Of sowieso split squat. Lunges. Maar wat ook heel goed is, zijn bijvoorbeeld squats om te doen. Je wil ook je billen trainen. Want die gebruik je ook heel veel met hardlopen. Dus daardoor word je weer sneller en beter. En ja, echt heel goed om die oefeningen wel in jouw
gym trainingsschema te zetten. Oh, en wat ook nog een hele goede is, zijn step-ups. En dat is dat je een verhoging hebt en dan per één been ga je erop staan. Gewicht in je handen, wel even met gewicht te doen. En zo kan je hem ook steeds zwaarder maken, kan je steeds meer gewicht pakken. Oké, dan gaan we naar het allerlaatste onderdeel. Nou ja, ene laatste, en dat zijn mijn doelen. Want, wat is nu mijn goal plan? Ik heb natuurlijk nu weer een beetje last van mijn schenen. Dus ik ga zondag weer één keer hardlopen. En ik ga donderdag, heel leuk, een hardloopanalyse doen. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Daar zal ik jullie ook even over vertellen. Sowieso op mijn TikTok en Instagram kanaal ga ik dat sowieso allemaal doen. Maar mijn doel voor nu, in december hebben we een run gepland staan op Ameland met onze schoonfamilie. Dus ik wil heel graag met die meedoen. Dat is 5 kilometer. Je kan ook 10 doen, maar ja, dat gaat hem niet worden. 5 kilometer en ik wil er alles aan doen zodat mijn scheen beter wordt en dat ik wel mee kan doen. Maar lukt het niet? Ja, dan niet. Want uiteindelijk is mijn doel om nog veel meer runs mee te gaan doen. En daar heb ik echt zo zin in. Ik kan niet wachten op mijn eerste run. Maar misschien moet het wel doen. Dus we gaan kijken hoe dat gaat. Gaat dat goed? Dan wil ik in januari gewoon weer een run doen. Op een gegeven moment wil ik me ook opgeven van die parkruns. Die heb je volgens mij door het hele land. En uiteindelijk is mijn doel om in 2024 een halve marathon te rennen. En ik kan niet wachten om helemaal in zo'n plan te duiken. En dan gewoon 3 keer per week hardlopen. Beetje krachttraining ernaast. Volledige focus daarop. Daar nog meer dingen over leren. En oh, heerlijk vind ik het. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik hoop ook echt dat dat gaat lukken. En ik geef ook niet op. Ook al heb ik nu een zere scheen al de hele tijd. Het komt goed. Uiteindelijk, we nemen weer rust. En ik pak het weer op. En ik ben niet eigenwijs. Ik ga er gewoon voor. En ik heb er helemaal vertrouwen in. Maar ergens, soms heb ik... Ik doe nu heel positief. Maar soms denk ik echt... Dan kan ik echt wel huilen. Dan denk ik, gatsie. Eindelijk vind ik het echt leuk en wil ik het echt en wil ik de hele tijd hardlopen en dan kan het niet. Dat is zo frustrerend. Maar ja, daar hebben we niks aan, want het is zoals het is en ik kan er helaas niks aan veranderen. Maar wel ook voor jou, heb je een blessure, geef niet op. We kunnen het gewoon even rustig aan doen en dan gaan we er weer voor. Oké, en dan als laatste dus nog wat inspo van leuke meiden. Ik heb 3 YouTubers. Ik zal ook even de naam hier neerzetten. De eerste, Anna Arger heet ze denk ik, Anna achternaam. En zij heeft ook een hele leuke podcast van Inside Anna's Mind. Dus dat is een leuke tip. Dan de video's van Connor. Ik weet nooit hoe dat uitspreekt. Kathleen. Zet hier wel even neer. En dat is ook een video geweest waarvan ik dacht... Ik wil ook helemaal in toerunning gaan. Dus ja, kijk even naar haar video's. En dan hebben we nog Holly. En zij maakt ook echt hele leuke video's. En zij is echt een voorbeeld. Zij loopt ook een echte hele marathon. En echt mega cool. En dan hebben we nog een paar leuke mensen op TikTok. En die zou ik ook hier wel even inzetten. Want ik al die namen lastig. Dus ga hun even volgen als je het leuk vindt. En... Laat mij even weten wat je van deze video vond. Of misschien dat ik een podcast aflevering op kan nemen over een specifiek onderwerp over hardlopen. Of dat je nog vragen hebt. En volg even Rennen met Noor op TikTok en @thegirlsrunclub op Instagram. En dan dus ook op Strava, want dat is vet leuk om te volgen. En dan wil ik jullie nu bedanken voor het kijken van deze video. En hopelijk worden we allemaal leuke rungirls en worden we allemaal vriendinnen. En gaan we allemaal lekker hardlopen samen. En daarna lekker koffietjes drinken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.